the second question for today, also on the subject of seeking instruction in the Bible. Does the Bible give guidance on seeking medical help or undergoing medical procedures? Ook over het onderwerp van instructie zoeken in de Bijbel. Geeft de Bijbel richtlijnen in het zoeken van medische hulp of het ondergaan van medische ingrepen? Specifically, in Numbers, we read about the curing of Miriam's leprosy when Moses prays to God for her. Is this the first case of faith healing? Is het zo, even kijken, well, in Numeri lezen we over de behandeling van Miriam's melaatsheid, als Moses bidt tot God voor haar. Is dit de eerste gewetsgenezing? And finally, as an additional question, how do Jews, based upon the Bible, view donating blood for transfusions and donating organs for transplants? En is de tweede vraag die hier ook gesteld wordt, hoe kijken Joden aan tegen bloeddonatie, bloedtransfusie en orgaantransplantatie in het licht van de Bijbel? I'd like to try to address these questions together, which is why I read them all together. Ik wil deze twee dingen graag samenpakken, vandaar dat ik even alles direct door heb gelezen. I think it's instructive for us to consider how medicine, healing, first appears in the Bible. Is het goed om ook na te gaan op welke wijze voor het eerst in de Bijbel wordt gesproken over medicijnen? So the first place that it appears is in Genesis chapter 20. De eerste keer dat er hierover gesproken wordt is in Genesis 20. And maybe this, perhaps, more appropriately could be described as the first instance of faith healing. Is dit misschien ook een van de eerste momenten waarop gebedsgenezing plaatsvindt? That is when, by consequence of Avimelech, the king of the Philistines, taking Sarah, he and his wives and his household were smitten by God. Is het zo dat hier staat dat Abimelech, toen hij Sarah tot zich nam, gestraft werd door God en zijn hele huishouden? It is Abraham's prayer to God that secures for them God's healing. Is het zo dat door het gebed van Abraham Gods genezing wordt bewerkstelligd? I read verses 17 and 18. Dan lees ik uit vers 17 en 18. So Abraham prayed to God, and God healed Abimelech and his wife and his maidservants, and they bore. For God had fast closed up all of the wombs, perhaps orifices, of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Toen bad Abraham en vroeg God om de koning, de koningin en de andere vrouwen van de hofhouding te genezen. De Heer had namelijk alle vrouwen onvruchtbaar gemaakt om Abimelech te straffen voor het nemen van Abrahams vrouw. Now this is the first instance in all of the Bible in which the root, rafo, meaning healing, appears. And of course, significantly, who's doing the healing? The healing is God. En dan is het zo dat hier voor het eerste keer het woord de stam, Pirova, was het? Rafo. Wordt gebruikt. Dus Rafo wordt gebruikt, dus het woord genezing. En dan is de vraag, wie geneest hier? En dat is God. We find the same root and in a similar sense in Exodus chapter 15, verse 26. En op gelijke wijze vinden we deze stam ook in Exodus 15. Here it's being used as the noun, rofecha, your healer. Or maybe we should say your physician. Wordt er gesproken van rofecha, namelijk uw heelmeester. If you will diligently obey the voice of God, your Lord, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes,
I will put none of these diseases upon you that I have brought upon Egypt, for I am God, your healer. Staat er in vers 26, als u naar de stem van de Heere uw God luistert, hem gehoorzaamt en doet wat recht is in zijn ogen, zal ik u niet laten lijden onder de straffen die ik de Egyptenaren heb gegeven. Want ik, de Heere, ben uw heelmeester, uw genezer. So of course, if I were just to present to you these two verses, you could reach the conclusion that the only one who does any healing is God. And there's no such thing as a human healer or human physician. Is het dus zo dat als we kijken naar deze twee versen, dat je eruit op zou kunnen maken, het is God die geneest en er is dus niet een of andere menselijke geneesheer of menselijke genezer. Well, actually, the first place that the noun rofe, meaning healer or physician, appears in the Torah, it is not referring to God. Er is ook een moment in de Torah waarin wordt gesproken van het rofe. Als zijnde een heelmeester in de zin van dat het niet God is. That is, it's before Exodus chapter 15. It is, to be precise, in Genesis chapter 50, verse 2. Dan staat het genoteerd in Genesis 50, vers 2. The only thing is, this is not the kind of healer whom you would like to encounter for your health. Maar is dit dus niet een bepaald geneesheer die je zou willen treffen als je genezing zoekt? That is, after the death of Jacob, we read in Genesis chapter 50, verse 2, and Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father, and the physicians embalmed Israel. Het ziet er zo dat met betrekking tot het overlijden van Jacob, Jozef daarna in vers 2 de artsen zijn lichaam lieten balsemen. So of course, the physicians here are physicians who only heal in the sense of preventing the dead body from decomposing by embalming it. Is dus eigenlijk het enige wat de artsen hier doen, is het lichaam als het ware bewaren van vertering als het ware door het te balsemen. So they are called healers. Maar hier worden ze dus wel artsen genoemd, geneesheren. Maybe they're called healers because their job still is to prevent what otherwise would be nature taking its course in causing the body to decompose. Misschien is het hier de reden dat ze hier artsen worden genoemd, of geneesheren, alleen is om te voorkomen datgene wat de schepping daarna doet. Namelijk dat het lichaam ontbindt. Yeah. In any case, these are the first three occasions in which we encounter healing in the Bible. But it's especially important for us to consider the fourth. Dit zijn dus de drie momenten waarin er wordt gesproken over genezing, maar het is ook van belang om van de vierde kennis te nemen. Because the fourth has legal ramifications. Want de vierde heeft een wettelijke basis, om het zo maar te zeggen. In Exodus chapter 21, verses 18. And 19. Exodus 21, vers 18 en 19. If men fight together and one smites another with a stone or with his fist, and he does not die, but is confined to bed. In other words, he is injured by the assailant. Verse 18. Ja, als twee mannen met elkaar vechten en de een slaat de ander met een steen of met zijn vuist, zodat hij weliswaar niet sterft, maar toch het bed moet houden. If the victim rises again and walks abroad upon his staff, in other words, he recovers sufficiently to be able to go about once again,
then shall the assailant be acquitted. Because, after all, until the victim recovers, the assailant may be prosecuted for having killed him. But if the victim recovers, then the assailant is acquitted. However, he shall pay for the loss of his time, in other words, lost work time, because of the period of convalescence due to the injury, and shall cause him to be completely healed. In other words, shall pay all of the medical expenses. Staat hier dus geschreven vers 18 en 19. Dus zodra dat was gebeurd, dan mag degene die de slag gaf ongestraft blijven als de ander weer opstaat en met een stok buiten wandelt. Oftewel de mogelijkheid heeft weer om weer voorwaarts te gaan. Dan is het zo dat hij dus de kosten voor de gedwongen rusttijd, oftewel de kosten dat hij dus niet kon werken, en de genezing van het slachtoffer moet vergoeden. Dus de ziektekosten. Now this of course is critical because again, it has legal consequences. Want dit is dus iets wat heel belangrijk is, omdat het dus ook een wettelijke basis heeft. The assailant cannot say, I'll pray for you and you'll get better. That's all I need to do. He can't say that. He has to pay medical expenses. Dus degene die geslagen heeft, kan zich er niet van afbrengen door te zeggen, nou, ik bid wel voor je. Hij moet ook die kosten betalen. Obviously, if he has to pay medical expenses, that means that there are those who are practicing medicine who need to be compensated for their time, their effort, and the medical procedures in which they are engaging. Is het zo dat zij dus ook moeten betalen voor de kosten die geneeskundigen moeten maken voor het verzorgen en de medische ingrepen die ze moeten doen? In our tradition, this verse signifies the explicit license given by God to practitioners of medicine to engage in the practice of medicine. Is dat dit de grondslag is binnen het Jodendom waarop God het toestaat dat er artsen bezig gaan met geneeskunde? Now, of course, on the one hand, we might still argue, maybe that's only when there is an injury that was caused by a person. The assailant who caused the injury has to take care of healing the injury that he caused. Is het zo dat je misschien dit vers kan lezen, kan zeggen van ja, dit gaat dus over het feit dat als één mens een ander slaat, dat hij voor die kosten dan moet betalen. Maybe if it comes from God, then there is no license to seek medical help at all. Maar als iets niet ontstaat door een persoon, is het misschien helemaal niet mogelijk om geneeskundige hulp te zoeken. But this is categorically not our view based upon our tradition. Maar dit is niet hoe wij het binnen onze traditie zien. And if anything, returning to the question that pertained to Moses praying on behalf of his sister Miriam. En ten aanzien van de vraag die werd gesteld over Moses die bidt voor Miriam. Arguably, the reason that the only thing done to secure her recovery is prayer is precisely because there, Miriam's affliction was not just from God. It was a miraculous punishment that was imposed by God because of Miriam having spoken inappropriately about Moses. Is dat hier, het als het ware een straf was als gevolg van het feit dat Miriam onjuist Mozes zijn positie aanhalen. I feel compelled to add here that translating Miriam's affliction as leprosy is an unfortunate artifact of the translations, because in the original Hebrew, sara'at is not construed to be merely a physical malady, but indeed it is a divinely imposed punishment that often
is a reflection of the person being punished, having engaged in inappropriate speech. Is het goed om ook op te merken dat Miriam haar, ik moet zeggen, hier de melaasheid, maar dat is eigenlijk een hele arme term van wat er eigenlijk staat, namelijk van het woord saraat, waarin eigenlijk duidelijk wordt gemaakt dat het hier gaat om een goddelijke straf. Die wordt opgelegd als iemand onjuist heeft, of ja, ongoddelijk heeft gesproken. So obviously, under such circumstances, turning to God makes perfect sense. Dan is het, als je in dit geval dan naar God toe gaat, is dat eigenlijk een hele logisch iets. Under other more natural circumstances, turning to medicine for cures is not only permissible, but often positively imperative. Is het wanneer het dus in andere gevallen ziekte zich voordoet, het is niet alleen toegestaan om geneeskundige hulp te zoeken, maar ook nodig. An interesting observation in this vein made by one of the great medieval rabbinical scholars, Rabbi Moses Maimonides, who himself, besides being a great rabbi, was also a great physician. Is het ook goed om op te merken datgene wat de middeleeuwse rabbijn Maimonides hierover heeft gezegd, die ook een dokter was? Would we say, he asks rhetorically, that if a person is beset by the terrible illness of hunger and goes and eats and satisfies his hunger, that by having done so, he has abandoned God? Of course not. We would say that his eating in order to satisfy his hunger is a reflection of what God has enabled him to do in healing what ails him. The same is true of disease. Is met betrekking tot de ziekte, zegt hij daarover van, stel je voor dat iemand ziek is geworden doordat hij zo onwijs honger lijdt en hij gaat weer eten. Is dat dan iets wat fout zou zijn? Of is het iets wat God juist toelaat? That is, the same is true of disease in that we certainly regard the one who heals, like we saw in Genesis, again in chapter 20, the first place where the healer was identified and it was God. All healing ultimately comes from God. All food that satisfies our hunger also comes from God. Is dat wat geldt voor de genezing die in Genesis 20 plaats, namelijk dat God zelf geneest, dat het ook zo is dat God het voedsel heeft gegeven, dus daarmee ook genezing plaats kan vinden door God. But just as when we appreciate that all food comes from God, we thank God for the food, but we still go out and eat it by our own efforts, so too, we thank God for our healing. We pray to God for his healing, but we still do everything in our power to heal ourselves of what ails us. Is het zo dat als we dus dan gaan eten om weer beter te worden, dat we God daarom wel danken, maar dat het dus toegestaan is om voedsel tot ons te nemen. En alles nodig doen om weer beter te worden. There is one additional verse from the Bible that I do feel compelled to share with you, because I think it is a critical tempering statement with respect to what I just said, and that is what we read in Chronicles 2, chapter 16, verse 12, regarding King Asa. Er is ook nog een vers die ik belangrijk vind om met jullie te delen met betrekking tot dit onderwerp. En die staat in 2 Kronieken 16 vers 12. Dat gaat over koning Asa. And Asa, in the 39th year of his reign, was diseased in his feet until his disease became severe. Yet,
in his disease, he did not seek God, but the physicians. Staat er, in zijn 39ste regeringjaar kreeg Asa een ernstige ziekte aan de voeten. Hij ging echter niet met dit probleem naar de heren, maar naar zijn doktoren. Now, on the one hand, clearly, the first primary indictment of King Asa is his failing to seek God in his illness. Is het eerste punt wat hier duidelijk wordt benadrukt, is dat koning Asa niet het eerste doet, namelijk naar God toe gaan voor zijn genezing. But simultaneously, there's also the indictment that he did go to the physicians. Maar wordt hier dus ook gezegd dat hij dus wel naar de doktoren ging. And inevitably, there are different ways of understanding what that verse is telling us. En ja, je kan dus wel op meerdere manieren kijken naar wat dit vers ons wil vertellen. There are those who will say that what the verse is telling you is, if you go to the physicians and you're not seeking God as well, that is a crime. Zullen mensen het aan de ene kant zo uitleggen dat ze zeggen van, nou, als je dit vers leest en je gaat naar de doktoren en je raadpleegt ook niet God daar samen mee. The crime isn't going to the physicians per se, but if you go to the physicians without putting your trust in God, without turning to God and seeing God as the one who gives the wisdom to the physicians, who gives the potency to the medications, if you don't turn to God, then going to physicians alone is a veritable act of heresy. Is het zo dat wat hier benadrukt wordt, is dat dat dan een misdaad zou zijn? En als je dus God niet erbij betrekt door te zeggen van, nou, dat God degene is die de medicijnen als het ware zegent, die de handen kunnen maken van de dokter, als je dat er niet bij betrekt en het gewoon puur op de doktoren aan laat komen, dat eigenlijk een daad van afgoderij is. Now, I'll admit, there are also those who will say that in an ideal set of circumstances, you really only should need to turn to God who will heal you. And therefore, you shouldn't need to go to physicians at all. But we have to recognize that that's a level that doesn't apply to the overwhelming majority of humanity. Is het ook zo dat er misschien mensen zullen zeggen, nou, als je dit vers leest, dan is het zo dat je eigenlijk alleen maar naar God toe zou moeten voor genezing, dat je niet naar die doktoren zou moeten. En ja, dat geldt voor het merendeel van de mensheid niet. For all the rest of us, for the vast majority of humanity, we do go to physicians, but we go to physicians while placing our trust not in the physicians, but in God. Is het zo dat we wel naar doktoren gaan, in tegenstelling tot wat deze mensen zeggen, maar in vertrouwen tot God en niet tot de artsen? Well, this is a general answer with respect to question 2 regarding medical help, medical procedures, and the subject of faith healing. There still is one final issue in this question that I feel obliged to address. Ten aanzien van het eerste gedeelte van de vraag zijn we daar op ingegaan wat betreft de medische procedures en genezing door gebed. Maar er was ook nog een tweede vraag en daar gaan we nu op door. And that is the subject of donations. Dat is de vraagstuk met betrekking tot de bloedtransfusies en bloeddonatie. With respect to donating blood and donating organs for transplant, on the one hand, there is no greater gift that one can give to another than life. Ten aanzien van het onderwerp is het allereerst van belang om te weten dat er geen grotere gave is dan om iemand de gave van het leven te kunnen geven. And so, of course, donating blood, from our perspective, is among the greatest mitzvot, the greatest precepts that one can do, giving a gift of life to another human being.
is dat, dat het eigenlijk het grootste moet. Wat is het grootste voorschrift wat je kan doen door iemand het leven te geven? And donating organs to the extent that one can do so while alive. En orgaandonatie voor zover je dat kan doen terwijl je leeft. There are of course organs that we can as living donors provide to one another. Is dat we terwijl we leven ook bepaalde organen kunnen doneren aan anderen in dit leven. Bone marrow, one of our kidneys, part of our livers, and so on, that can indeed save another human being's life. Zoals onze nieren en een deel van onze lever, waardoor het leven van andere mensen gered kan worden. And to the extent that we can do so without it being at the price of our own lives, this is undoubtedly among the greatest gifts that we can give to another person. Zodat zonder ons eigen leven daarmee in gevaar te brengen, we deze dingen dus kunnen doen, want andere mensen het leven vergeven. The problem inevitably does, however, pertain to when donating from one person to another is necessarily not going to preserve both lives. Is de andere keerzijde van de medaille het feit wanneer iemand zijn organen of bloed geeft en wanneer beide levens dus niet gespaard worden? To take a very obvious example, in the case of a heart transplant, obviously the donor of the heart cannot live. Only the receiver of the heart can live with that heart. Een voorbeeld te geven is degene die een harttransplantatie ondergaat. Degene die in leven blijft dan is degene die het hart ook krijgt. This is indeed a very complex and difficult question, and I'm by no means going to attempt to resolve it here. Matters of life and death indeed demand the careful deliberation of the earnest students of the Bible, of God's Word. Is, ja, ze zijn hele lastige vraagstukken om hier te kunnen behandelen, waar de Bijbel ook heel veel dingen over zegt, en waar men dus heel erg afvoerig mee bezig is met een groot onderwerp. But I do feel it's important for us to be sensitive to the problem. Maar is het wel goed om gevoelig te zijn met betrekking tot het probleem? If indeed the donor is considered already to have died when the vital organs, such as the heart, and other organs without which life is impossible, are removed, then taking those organs to transplant them is again a great mitzvah, a great good deed of saving lives. Is dat als degene overleden is die dan zijn organen schenkt aan een persoon om hem leven te geven, is dat een van de grootste goede daden die je kan doen? The problem is, if the donor is not considered to have already died, then even if but a few hours of life remain, taking those organs is an act of murder. Is daar de keerzijde van de medaille dat als de persoon die zijn orgaan schenkt, ook al heeft hij nog maar heel eventjes te leven, eigenlijk en dan de organen te verwijderen, is eigenlijk een daad van moord. There's no middle ground. It's either very good or very, very bad. Het is eigenlijk dus iets heel moois, maar het kan dus in dit geval dus dan ook iets heel slechts zijn. It's important for us to appreciate that in evaluating what the proper course here is, utilitarianism has no place. Could you repeat that? The last sentence, sorry. It's important for us to appreciate that in evaluating what the right course is here, utilitarianism, doing what provides
what seems to us to be the greatest benefit has no place. Is dat om de juiste koers te varen en het betekent op dit specifieke geval er geen plaats is voor dat we dat zelf wel even uitmaken? If we were to be utilitarians, we would say, well, what course of action will save the most lives? Dan zouden wij met een gezonde verstand zeggen van, nou ja, welke procedure heeft de meeste kans dat iemand in leven blijft? But that logic, if you have one patient who needs a heart, two patients who need lungs, two other patients who need kidneys, you could take a perfectly healthy human being and murder him in order to harvest his organs. You can't. That is a criminal act. Kun je eigenlijk zeggen van het is een misdaad als je gaat zeggen van ja, er is maar één persoon en die kan vijf verschillende levens. Dus iemand heeft zijn hart nodig, de andere een long en de andere misschien twee nieren. Om daar meerdere mensen mee in het leven te houden, is eigenlijk een misdaad. Every human life is of priceless value, of incalculable worth. And as a result, no human life can ever be sacrificed, snuffed out, to save another. Elk mensenleven is van onschatbare waarde en kan daarom dus niet geofferd worden voor velen. Everything that you may have heard regarding the opposition of Jewish tradition to organ transplants can be summarized in that simple sentence. Even if the potential donor has but a few hours of life left, if that donor is still alive, no one has the right to end the donor's life prematurely in order to save the life of the recipient, even recipients, if there are several, because no one has the right to play God and determine the value of human life. In tegenstelling tot wat misschien beweerd is, bijvoorbeeld betreft het jodendom en orgaantransplantatie, is het zo dat het niet zo is dat groot wordt voor het voortijdig eindigen van een leven om één of misschien meerdere levens te kunnen behouden. This is inevitably again a challenge that we face, and it's a challenge that we face, I'm not going to attempt to resolve the question, precisely because on the one hand, we do feel duty bound to save lives to whatever extent we can. Is het zo dat aan de ene kant we zeker datgene moeten doen om levens te redden? When we practice medicine, we feel sincerely that we are going in God's footsteps, because God is the first one in the Bible to heal. And when we strive to heal, we are striving to be godly. En is het zo dat we, als we dus naar de artsen toe gaan voor genezen, als geneeskunde wordt toegepast, dan naar God gaan, omdat Hij degene is die eerst in de Bijbel is geweest die genezing gaf. But of course, on the other hand, we strive to be godly without pretending that we are God. En streven we naar het goddelijke, en streven we naar het goddelijke, maar niet met als doel om als God te zijn. We appreciate that our striving to heal the ill is a reflection of our conviction that human life is of priceless value. Is de oorsprong van geneeskunde erin gelegen dat we waarde hechten aan het menselijk leven? But another reflection of our conviction that human life is of priceless value is we therefore don't have the right to decide who shall live and who shall die. En dat we dus onwachtbaar veel waarde hechten aan het menselijk leven, is dat we dus ook niet naar die grens gaan dat we gaan bepalen wie er mag leven en wie er mag sterven. We strive to be God's messengers. We don't try to play God. Streven ernaar om boodschappers van God te zijn, niet om God zelf te zijn. May we in everything in our lives indeed merit being God's messengers to bring His blessings, to bring the life that comes from Him into the world.
mogen we alles op inzetten om datgene te doen dat we boodschappers van God worden en zijn zegen en zijn leven brengen naar deze wereld. God bless you. God zegen.